No way back. Voor. No. Hoe zal ik het noemen? Daar zitten we op de fiets. Die gaat mooi. En dan brood of van bijt halen. 3,5 kilo in de week ongeveer als kwijt. Een verjaardagscadeau zeg je? Ik heb nog nooit vlees gehad. We willen ook wel echt wat minder vlees eten. Wortel in en kiwi. Dit is hem dan. Heel veel opeten, is jammer. Ik ben een vlagger. Ben ik nou zoveel langer? 6 keer, oké. Nou, weer een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn Daniel Varen Bellinger. Gezond leefstijl gezin op Slanke Fit TV. Oma is met Lucilla. Het filmpje van Paars aan het kijken. Goedemorgen. Ja. Lucilla en oma. En daar is mama. Goedemorgen, mama. Goedemorgen. Gezond ontbijt. Ik heb hem al op. Varen smiddelt hem nu nog op. En dan gaan we iets leuks doen. We gaan zo meteen naar de sportschool. De functionless film. Ja, ook hier. Oh. Even gezellig met haar opwarmen. Nou, nu we hier toch net nog voor de functieles zijn, zei de wheel instructor Richard, hey Daniel, heb je al ingeschreven? Voor de Crossbox Throwdown in Meppel op 21 mei. En ik zei heel eerlijk, nee, heb ik nog niet gedaan. Maar he knows the way op zijn best. Dus, ja, geen ontkomen aan. We gaan inschrijven voor de Crossbox. 21 mei, daar gaan we. Fitland.nl. Dan zoek je gewoon de Crossbox. Dan kan ik er dus niet meer onderuit. Ja, zonder stadion. En daar gaan we. Oh. Geregistreerd. No way back. Nope. Oké, dit is dus de crossbox kwalificatie die ik moet gaan doen. Wat betekent dat precies, Richard? Ja, de qualifier 1. Een 1 rep van 12 minuten betekent dat je zoveel mogelijk rondjes in 12 minuten gaat doen. De mannen maken 12 boxjumps op 24 inch, 6 thrusters met 40 kilo en 6 bar facing burpees. Dat kan je wel, dat kan je wel. Nou, wij socialen je nog even door. We gaan lekker de sauna en tof dat je erbij was. We zien je later. Doei! De allerlaatste keer zag ik, dan kan je toch nog een keertje alleen. En dat was de laatste. En ik was zo zenuwachtig. Ik stond op een ploffen. Nou, ik zei, waar had ik hem, joh? De laatste, hoe kun je dan met die laatste niet meegaan? We zijn weer thuis van sporten. We hebben heerlijk gesport. En we hebben een extra video gemaakt over de function. Dat heeft Fitland gevraagd of we een specifieke video wilden maken. Wat de function van hun liet zien. Zodat hun die kunnen delen op hun social media. Dus dat is super leuk natuurlijk dat hun dat voor ons willen doen. En wij vinden het ook heel erg leuk om voor hun een video te maken. Deze video die komt natuurlijk wel weer gewoon op Slank en Fit TV. Ook online vanmiddag om 4 uur. Zie je dus precies het stukje function wat wij dus altijd sporten. Zeg maar. Dat is dus straks, maar nu ga ik eerst eventjes een lekkere, gezonde lunch maken. Jullie komen er thuis. Hey Luan, ben je er weer? Ik ga een lekkere salade maken van met avocado en groentjes erin. Ik heb hier tomaatjes, een ui en knoflook en ook wat tonijn en natuurlijk een avocado. En ik ga deze bolletjes in de oven doen. En ik heb hier wat eitjes aan de kook. Gekookte eitjes gaan er ook doorheen. Met wat basilicum, wat peper, zout, paprika poeder en curry. En ik maak nog een sausje van yoghurt en wat mayonaise.
daar is ons prinsesje. Ben je ook weer wakker? Hallo, prinsesje. Gezellig met oma. Lekker slapend wagentje. Ja, lekker broodje eten. Het ziet er weer voortreffelijk uit, mama. Ja. Yeah. Wat is dit? Ja, hoe zal ik het noemen? Een salade met avocado, ei en ui en knoflook en kruiden. Nou, jullie hebben gezien hoe je moet maken, dus bon appetit. Nou, daar zitten we op de fiets, kant en klaar, want we gaan naar onze vriendjes toe. Robert Jansari en baby Daya mee. Ga lekker fietsen, Zilla. Ja, dag. Nou, goeie tocht. Fiets maar vast voor Ruben, Luan. Ja, kom eraan. Nou, aangekomen op de fiets bij mijn buddy Robert-Jan. Hey man. Hallo, kom binnen. Fiets is geparkeerd. We zijn er net voor de buien over. Hij heeft weer een tijdelijke andere speelgoedauto. Boys love toys. En ja man, het regende net de fiets, dus waren ze alvast al op de auto gegaan. Maar toch niet hè? Zo man. Hoppa. Ante. Hey! Dus hand op. Een paard van Robert Jan Luan. Cowboy Luan. Oh, en een muis van Lucille. Wat daar mee? Kijk eens, maar nog een hoed op. Kijk! Nou ben je echt de cowboy. Je hebt niet verkleed doen, want dan gaat hij niet rijden. Rolt hij niet? Rollen. Gaan we eens proberen op de houten vloer. Ja. Gaaf, kijk, daar gaat muis. Mooi, ik ziet er leuk uit, hè? Lucilla denkt, oh, kijk er even van mama's hart. Lucilla die redt. Goed zo. Leuk ding, hè, Robert-Jan? Ja, wat leuk, hè? De muis en daar, hè? Die gaat mooi, in de teugels gewoon. Ja, nu is zo'n... Ja, dat is echt de beste. Ik krijg nog 50 euro terug. Oh. Kijk, ja, dat is 100 euro. Ja, nu is zo'n 100 euro, ja. Ja. Cool. Maar dan kijk, heb je 16 euro had ze hier helemaal. Zo, dikke band met groenten op de markt. Oh. En dan, nou, dat is een verjaardagscadeau, zeg je? Wat is dat? Ja, nou, kom maar. Wil ik wel even laten zien. Zet hij nog aan? Kom maar. Ja, kom maar. Jullie staan nog aan. Kijk. Iemand onder de video's. Iemand onder de video. Ik weet even niet meer wie. Was dat Gerda? Gerda? Was jij? Ik weet niet of jij dat was, Gerda. Of het was... Nee, hoe heet ze ook alweer? Diana. Ik weet het niet meer. Maar jullie zeiden van... Goh, Farah, zo'n... hoe heet deze ook alweer, Robert-Jan? Juicer. Juicer? Volgens mij wel. Slow Juicer, sorry. Die Slow Juicer, dat is wat voor jou. En hier hebben ze hem dus gewoon. En hij bevalt supergoed, zeggen ze. En je hebt... je doet één keer per dag... Vervang je hem voor een maaltijd? Ja, één keer per dag... in plaats van dan brood of ontbijt, hi. Hi. En hoeveel kilo ben je eraf gevallen? Zo'n 3,5 kilo in een week ongeveer, als ik kwijt. Zo, door één keer per dag dus zo'n juice ding te nemen. Dus ja, één maaltijd per dag. Dus in plaats van een week dat je smiddels brood eet, eet je, doe je met allemaal groenten. Allemaal groentes. Kijk, daar liggen de groentes. Groene smoot, of groene sap, dat is wel belangrijk. Green juices. Green juices, ja. Leuk man. Ja. Dus Daan, die wil ik voor mijn verjaardag. Oh, dat is inderdaad. Dat zullen wij even op ons lijstje aan. Ja, nou, Sarah, gaat er even een lekkere smoothie maken. Koken met haar. Koken met haar. Wat gaat er allemaal in? We hebben een komkommer. We hebben, wat is dit? Selderij. Ik zal een paar appels erbij doen dan. We hebben appels. Normaal zijn dit groene appels. Groene? Granny. Ja, granny. Ja. Ginger. Ja, gember. Gember. En gember. Kijk, we hebben een citroen, een gember, een komkommer. En wat is dit? Groene kool. Ja, toch? En selderij. En appels. Normaal. Oh, er komt nog meer bij. Het is een hele volle. Spinazie. Kunnen er meer aan doen. Alles. Doe er ook water bij? Nee. Alleen maar sap? Er komt alleen maar sap uit. Ja? Ja? Want daarom vond ik ze juist nooit zo lekker, omdat ik het zo waterig... Ja, precies, dat vonden wij ook. Met al die korreltjes in. Hadden ja. We hadden ook geprobeerd. Toen we terugkwamen van Tony Robbins, hadden we die, die dingen gedaan met... hoe heet dat? Met inderdaad zo'n dat je een pulp, dat je het maalt. Ja, zo'n staafmixer. Ja, maar ja. Dan heb je dus... dat was, nou ja, dat kon je of je moest het naar binnen werken met een lepel. Nou, dat is niet te doen. Nee. Het is echt smerig. En het is echt vies. Ja. Of je moet het... nou ja.
Kijk, de bolletjes worden klaargemaakt. Dan Sarah, jij eet ook geen vlees, hè? En geen vis. Geen vlees en vis. En je hebt toch het gevoel dat je alles binnenkrijgt? Ja. Ik heb nog nooit, ik ben opgegroeid zonder vlees en vis. Opgegroeid? Ja, ik heb nog nooit vlees en vis gehad. En is dat de reden dat je er niet tegen kan? Ik kan het, ja, ik weet het niet, ik heb het nog nooit gehad. Ja, wat, weet je wat de reden is toch? Voor de dieren of zo? Voordat het gezonder is? Nou, ik omdat het gezonder is en omdat ik het blijkbaar niet nodig heb, want ik leef nog steeds. Ik voel me goed. Nee, maar steeds. Ja, wat kleiner dan gemiddeld. Als dat daar ligt, dan weet ik ook niet. Het zou kunnen. Nee, maar. Kijk, die is ook klein daar, die kleine daar. Nee, maar wij willen ook wel echt wat minder vlees eten. Daar hebben we Daan en ik het ook over gehad. Oh, ja. Maar ik vind het best wel moeilijk. Het is een verschil hoor. Ja, maar ik vind het wel lekker. Dus dat vind ik wel heel moeilijk. Elk gerecht is ook heel lekker zonder vlees. Misschien moet wij een keer vegetarisch voor jullie gaan koken. Ja, dat is een goed idee. Dat doen we. Bij deze. Ja. Wij eten altijd vegetarisch. Jullie eten altijd vegetarisch. Nou ja, ik eet wel eens... Ja, als we uit eten gaan, dan gaan we Stop! Dat was de melk. Die Mozes is echt schattig, hè? Ja, dat is leuk, hè? En een kouwoord. Eigenlijk is het geen smoothie maken, hè? Hij speelt het met slow juice. Wat hij aan kerst doet, het gaat heel langzaam. Hoe langzamer het gebeurt, hoe beter het is. Kijk, er gaat een wortel in en kiwi. Ook nog erbij. Kiwi, dat maakt lekker zoet, anders is het wel heftig, hoor. Ja, je moet ook, oh ja, de allereerste keer hadden we te veel ginger, gember. En dat moet je niet doen. Nee, het overheerst, hè? Dat heb ik gehad. Vooral als je nooit gember eet. Ja. Dat is heel best heftig. Ja. En dan komt daar de pulk uit. Hoeft het niet te snijden, het gaat gewoon allemaal. Dit is de wortel, we zijn zo oranje. Hier komt spinazie erin. Oh, 100 ml sap. Dat zou je niet denken, hè? Nee, dat is zoveel uit. Dat is wel eruit. Ja. Nou, dat is goed. Goeie kijk, dit is hem dan. Groentesap. Kokosmetzaar. Hij is ook echt helemaal, het is helemaal een sapje. Hè? Er zitten geen pulp of dingen in. Een heel klein beetje vezels. Anders neemt je lichaam het ook niet op. Een slokje. Dus dat is wel... Nou, ik kan daar de pulp filmen. Het is helemaal... Ja, eens even kijken waar het vandaan komt. Het zijn echt meer groentes, hè? Het is gewoon... Hè? Kan je ook nog opeten als je wil. Dit is echt raar. Dit is heel hard. Ja. Ja? Kun je koekjes gaan bakken? Ja, bijvoorbeeld. Hè? Dit is echt gek. Hoe is dat dan? Oké. Okay. Nou, dat overblijfsel. Ja, dat is heel hard. Heel, heel... Dat eet je dan nog wel. Ja. Dat maak je niet. Nou, Nou, laat het maar nu. Op Sarah in haar geheime recept. Proost. Daar gaat ie. De groene smoothie van Sarah. Ja. Heel apart. Ja. Je proeft eerst is hij bitter en dan wordt hij zoet. Ja, dan proef je de vezels. Dat is een engeltje op de tongpies. En een goede zin van het woord. Dit is echt stukken lekker, want ik heb ook wel eens een groene smoothie gemaakt. En dan eten we het wel op met een vorkje of zo, zeg maar, omdat het zo dik is. Maar dit is echt lekker. Normaal zit er ook nog wel. Het is super lekker. Die zijn heel zoet. Ja, dan is het echt heerlijk als je appel doet. Ja, we proeven nu wel. Het maakt verschil wel. Het is de geheime succes van de masterbroodjes. Je moet drinken. Echt een aanrader. Nou, it's time to go. Het was weer gezellig hier bij onze vriendjes. Luan, ga je mee of blijf je hier logeren bij Daya, mee en Robert-Jan en Sari? Ga je mee, junior? Blijf je hier? Zella? Nee. Blijf op de fiets. Nou, dag lieve vriendjes. Toedeloe. Oh, ik ga lekker vullen. Ja, je bent een vlogger, hè? Zo, ik ben een vlogger, Robert-Jan. Ik ben een vlogger.
even samen eten voordat papa weer gaat sporten. Huh? Mm. Nou, daar ligt ons avondeten. Mm. Zo, dankjewel Lucilla. Voor de gooien in de brillenbak. Snel gegeten. Farah's met de kids al in bad. En ik neem jullie weer gezellig mee naar de crossbox training. Het Fitland bij PEC Zwolle Stadion. Oké, ik ben weer aangekleed hier in de kleedkamer. Ik zeg, let's go to the crossbox. Yo, hier ben ik dan weer bij de crossbox training. Ja, het is woensdagavond crossbox time. Vanochtend hebben jullie gezien bij Stadshagen, waar ik ook was, dat ik me heb ingeschreven voor de crossbox throwdown op 21 mei. Dus there is no way back. En Richard vertelde vanochtend al wat voor oefeningen we moeten gaan leren om te kwalificeren. Dus juist. Daar gaan we vanavond een beetje op in springen, Kasper. Ja, tijdens de WOD zullen er een aantal terugkomen en we gaan zo even aan de slag met de thruster. Ja. Let's go do this! Wat eerste oefening? 12 minuten lang moet je zoveel mogelijk rondjes doen. En een rondje is 12 box jumps, 6 thrusters en 6 bar facing burpees. Leg even de boxjump uit, je moet springen met twee voeten tegelijk en je landt ook met twee voeten. En dan moet je bovenop de box helemaal uitstrekken. Dus je springt, strek uit, stap of spring af en weer door. Oké, welke gaan we doen? We beginnen met een thruster. Een thruster is een front squat met een push press. En het is belangrijk dat je kont lager dan je knieën komt. En dat je in één keer omhoog gaat, dus daarheen. Ja, je mag niet hier stoppen en dan omhoog. Je moet in één keer daarheen. Oké, en dan? Dus je doet 6 thrusters met 40 kilo, dit is 30 met 40. En daarna doe je 6 bar facing burpees. Dus je moet met je gezicht naar de bar een burpee doen. Dus je gaat plat op je buik liggen. Komt weer overeind en dan moet je met twee voeten tegelijk over die stang springen. Draai je om. Ja. En dan doe je daar hetzelfde. Ah, die maandag deed je inderdaad. Ja, dus die doe je ook 6 keer. 6 keer, oké. Ik zweet me echt helemaal de kleren. Vitaal. Knep. Maar eigenlijk lekker. Ik moet zeggen, de oefening, ik krijg er wel steeds meer feeling in. En ja, ik ben goed on fire volgens mij. Ja, wil je nog meedoen? Dan kun je nog 6 dagen inschrijven. Ja, op de website van fitland.nl. Ja, crossbox. De link zullen we onder de vlog zetten. Dus doe mee, hier wil je bij zijn. Dag voor Vinks. Graag gedaan. Tot volgende week. Ja, moet zo. En zien jullie dan. Ciao, ciao. Nou, ik vond het gaaf dat je er weer bij was. Vond je dit nou een gave vlog? Doe dan graag de blauwe duimpjes omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren op slankfvtv.nl. Tot morgen. Het is weer lunchtijd en ik had nog soep over van gisteravond. De groentesoep die ik had gemaakt met heel veel verse groentjes erin. En oh,
En met knoflook erin. En dat ruik je, want het ruikt heerlijk. En deze warm ik weer heel even op. Want kunnen we morgen nog even opmaken. En daarbij eten we wat roggebrood. Kijk, ik heb hier lekker roggebrood. Met een plakje chervelaat. En wat zuivelsprit erop. En dat eten we er dan bij. Dus dan hebben we een lekkere, goede, voedzame lunch.